was de warmste dag van vorig jaar. We hebben hier met 5 man lopen water geven, maar we waren allemaal bang dat ze... De eerste rondleiding op de Oosterbegraafplaats in Enschede trekt zo'n 10 belangstellenden. Maar waarom ga je nou op zaterdagochtend naar een open dag van een kerkhof toe? Wij komen regelmatig op deze begraafplaats. We hebben hier nogal wat familie en kennissen liggen. Ja, goed, en je was zelf een dagje ouder en de ins en outs wisten we er dus niet van. Dus we hebben zoiets, nou, we willen graag wat meer weten. En het is heel leerzaam, want we hadden echt zoiets van, wat kunnen we hier allemaal aan de weet komen? Nou, echt bijzondere graven waar je zo, als je op bezoek komt, een keer langs loopt. Een van die graven waar je misschien anders voorbij zou lopen is het familiegraf van de familie Ter Kuilen. Een bekende textielfamilie uit Enschede. Van boven niets bijzonders, totdat je weet dat het een kelder is. Deze grafkelder is hier in 1904 gebouwd. En zoals jullie zien heeft de familie Ter Kuilen daar nu 17 van in gebruik. Dit is gewoon heel uniek hier op deze begraafplaats. En het is elke keer een bijzonderheid als we hem weer open hebben en je bent in deze kelder. Nou wordt begraven eigenlijk steeds minder populair, hè? Mensen laten zich liever cremeren tegenwoordig. Bent u dan hier daar ook mee bezig van wat wil ik later? Ja, maar dat goed, daar ben ik al wat langer mee bezig. Kijk, de ouders zijn gecremeerd, de grootouders begraven. Het is in onze familie altijd een beetje dubbel. De helft wordt gecremeerd, de helft wordt begraven. En ja, ik ben daar heel eerlijk in. Voor mezelf ben ik er nog niet helemaal uit. We zijn nog ook op leeftijd. Ik bedoel, je weet nooit hoe lang je nog te leven hebt. Vindt u dan het al een moeilijke beslissing om te bedenken? Dat is toch normaal, dat is natuurlijk. Weet u dan al of u gecremeerd wil worden of begraven? Nee, niet gecremeerd. Hoe komt dat eigenlijk, dat cremeren populair is? Omdat iedereen denkt dat cremeren goedkoper is dan begraven. Zegt, dat denkt iedereen, dat is dus niet zo? Dat is niet zo, want begraven is net zo duur als cremeren. Hoe komt het dan toch dat mensen dat idee hebben? Ja, ik denk gevoelsmatig dat ze dat idee hebben dat het cremeren goedkoper is dan begraven. De dood hoort ook bij het leven en dat is natuurlijk wel een beetje een cliché-uitspraak. Maar zo is het nou één keer. Kijk, allemaal gaan we ooit een keer naar het eeuwigheid en dan denk ik van... Ja, ik vind dat niet luguber. Nee, ik vind het juist wel prettig om het allemaal een beetje te weten.